bodybuilding bedrijft, of dat nou in deze vorm is of in deze vorm, die geeft dat meestal een andere benaming in de vorm van fitness. Maar het punt wat eigenlijk zo is, dat iemand die wil niet geassocieerd worden met ik doe aan bodybuilding, dus jullie moeten mij vergelijken met een Sylvester Stallone of een Arnold Schwarzenegger. En ik denk dat dat een beetje een onbegrip is, omdat ik heb het vaak dus met mensen in mijn eigen school ook, die eigenlijk daadwerkelijk op een fanatieke wijze hun lichaam aan het corrigeren zijn, dus eigenlijk hard aan het bodybuilden. Maar het heeft niet de doelstelling om ooit met hele vergevorderde armen of benen rond te lopen of een maximaal ontwikkelde borstomvang. Maar dat neemt gewoon niet weg dat ze met bodybuilding bezig zijn. Je vertelde over die mensen die in de sportschool komen, die dan... Ja, die komen dus eigenlijk al met het verhaal van, joh luister, ik wil wat aan mijn lichaam doen, maar ik wil niet zulke armen of zulke benen. Dus ik verkies eigenlijk het fitnessgebeuren. Dan zeg ik, nou die fitheid is een totale fitness over je body, maar daarnaast praat je dus ook over het corrigeren. Dus op een gegeven moment het werkelijk funderen van het spierenstelsel van het lichaam. Dat gaat altijd gepaard met krachttraining. En of dat nou op een lager niveau is door middel van alle moderne machines die je tegenwoordig hebt. Of de hele ouderwetse wijze dat je het dus met barbels en met dumbbells doet. Maar het principe is hetzelfde. Het enige wat het verschilt aan de training is een bodybuilder die gaat op een gegeven moment door naar het maximum. Dus dat wil zeggen dat hij een heel disciplinair gedrag erop nahoudt om 5 of 6 dagen in de week te trainen met daaraan vastgekoppeld een disciplinair gedrag van voeden. En de andere die neemt het niet als zodanig zo serieus op. Maar in principe zijn we met gelijke dingen bezig. En ik vind niet dat je dat dan moet wegstoppen of naar anderen toe moet gaan verloochenen van ja, maar ik doe niet aan bodybuilding, ik doe aan fitness. Maar je doet in principe hetzelfde. Dat je doelstelling niet is om ooit op het podium te komen en om maximale spieren maten, dat is gewoon wat anders. Maar dan blijft er ook iedereen in zijn waarde mee. Maar het gaat gewoon, het bodybuilden op zich vind ik gewoon een natuurlijk en gezond bezig zijn met je lichaam. Zeker nu de huidige waarden zo zijn in het dagelijks leven dat er bijna geen sprake meer is van fysiek zware arbeid. En allemaal maar zitten, dus veel werkeloosheid. Dus ik denk dat een beetje fysieke inspanning juist wel op zijn plaats is om een body een beetje in balans te houden. Nou, de mensen die we vanavond zien of die we vandaag zien, ja. Die, een hoop mensen hebben het idee dat bodybuilden alleen maar op apparaat opdrukken en heel de mikmak is, maar voeding speelt een hele belangrijke rol. De voeding, ja, de voeding, ik vergelijk eigenlijk het menselijk vermogen altijd met het motorvermogen van een auto. En daar moet gewoon goede brandstof in en dan zul je op een gegeven moment ook daadwerkelijk ervaren dat je motor goed loopt. En dat is eigenlijk met je lichaam, waar je het liefst zo oud mogelijk mee wordt, zonder alle vormen van ziekte, is dat natuurlijk een keer belangrijker om goed met je voeding om te gaan. En jammer genoeg is het zo dat de laatste 50 jaar zeker, 40 jaar, dat de mensen hebben geleerd om lekker te gaan eten. De kwaliteitsnorm van de voeding is niet meer zo waardevol. Er wordt eigenlijk alleen maar lekker gegeten. En daardoor krijg je bijvoorbeeld alle vormen van ziektes. Is eigenlijk ook een welvaartsziekte. Er wordt weinig fysiek ondernomen. Maar er wordt wel heel veel gegeten in de verkeerde vorm. En alle vormen van brandstof die we dus putten uit glycogenen. Dus de koolhydraten. Dus gewoon de aardappel, het rijst, de macaroni, het brood. Zijn een hele belangrijke voedingsbron om ons te voorzien van energie. Aan de andere kant krijg je natuurlijk gewoon je fructose en je mineraalvormen uit fruit en groentes. En daarnaast krijg je natuurlijk ook je eiwitvormen die je dus uit zuivelproducten kunt halen. Als kwark, yoghurt, melk, je kip, je vis die heel belangrijk is. Rundvlees, niet te veel varkensvlees en dat soort dingen. Wanneer je dat allemaal in balans brengt, zul je merken dat je gewoon ook al sowieso een veel gezonder en energiek iemand wordt. Dan praat ik nog niet eens van het 3 tot 4 keer per week effectief trainen in een sporthal. Maar gewoon omdat je lichaam de juiste dosering brandstof krijgt, zul je ook merken dat je veel makkelijker 16 tot 17 uur per dag brandstof kunt leveren. Dus ondernemend kunt zijn met je lichaam. En niet wat je in de meeste gevallen hoort van mensen die na hun werk maar neerploffen en zich dan te goed doen aan allerlei lekkere dingen als zoutjes en borrelhapjes en noem maar op. Dus ik denk dat dat gewoon het belangrijkste is wat de mensen in de eerste instantie moeten leren van wat is mijn lichaam, waar bestaat het uit en waar voed ik het goed mee? Een soort heropvoeding.
En dan komt de rest eigenlijk vanzelf. Want het trainen is ook een individueel iets wat je moet gaan leren leuk vinden. Het is op een gegeven moment een teamsport of zo, is veel makkelijker om te doen dan individueel een uur tot anderhalf uur bezig zijn. En daar komen op een gegeven moment een heleboel fitnessdingen komen daarbij. Iemand die bijvoorbeeld zwaarlijvig is, kan niet alleen maar met krachttraining zich van zijn vet ontdoen. Dan moet een vermindering van voeding of een selectie van voeding aan te pas komen, plus een aerobische activiteit. En dat krijg je bijvoorbeeld weer terug in het fietsen, de loopbanden, de rowers, het gewoon op straat joggen. Dat soort dingen zijn gewoon belangrijk om je vetstofwisseling aan te zetten. Door middel van de krachttraining op machines of los corrigeer je dat lichaam. En door middel van een goede doorstroming van voeding corrigeer je dat lichaam. En dat is eigenlijk de heilige drie-eenheid waar je body eigenlijk goed op reageert. Heel goed. Ja, super. Alleen ik ben één ding gegeven. Zeg later weer uit. Is bodybuilding een eenzame sport? Ja, eenzame sport. U vroeg of bodybuilding een eenzame sport is. Nou ja, ik bedoel, ik heb net al aangehaald dat het heel individueel presteren is. Maar ik denk niet dat je ooit alleen in een sportschool bezig bent. Dus ik denk door de energie van anderen dat je daar ook weer energie uit put. Op het moment dat je de zaal binnenkomt en je ziet iedereen gemotiveerd aan zijn lijf werken. Want dat lijf, daar wil je gewoon 100 mee worden op een gezonde vorm. Ik denk dat dat al motiverend genoeg is om ook alleen in deze jouw workout af te maken. Maar het is in de meeste gevallen zo dat de meeste mensen toch altijd een trainingspartner hebben. Trainen meestal aan twee. En dat is het verschil tussen natuurlijk een teamsport waar je dus met een 5 of 8 of 11 speelt. En dat is dus ook niet, het is wel constant alert zijn, maar het is niet constant spelen. Terwijl wanneer je aan het bodybuilden bent en je hebt daar 1,5 uur voor uitgetrokken, dan moet je een bepaald schema afwerken. En dat wil gewoon zeggen dat je dan ook 1,5 uur intensief met jouw body bezig bent, met elke spier die je lichaam bevat. En ik denk dat dat ook weer getuigt van iemand die voor deze sport kiest of het onderhoud van zijn lichaam aangaat, dat de man ook veel meer bewust is van discipline en de waarde van zijn lijf. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Bedankt eigenlijk. Weet je nou precies? Mijn naam is Willem Jonkman. Willem Jonkman. Ja. En wat is je functie eigenlijk hier? Nou, ik organiseer een aantal wedstrijden per jaar. Ik ben ook voorzitter van de twee bonden. Eigenlijk tenminste aanvullend voorzitter en voorzitter. En mijn taak, zoals ik die altijd zie, is gewoon het enthousiast maken van onze sport in Nederland. Heel goed. Ik draai. Het is een beroemdheid. Wacht, hè. Ik moet allemaal vragen. Nou, dit is mijn foto. Ik kan eerst even je naam zeggen. Alsjeblieft. Ik ben Juliette Bergman. Ja, van? Jurylid, oké. Ja. Wat zijn de criteria voor een jurylid? Waar beoordeelt u de bodybuilders op? Op getraindheid en op conditie, of ze goed in shape zijn. Dus laag vetpercentage en de spieropbouw moet in balans zijn. En ja, dat vind ik in principe als jullie het belangrijkste, dat alles goed in verhouding is, gewoon in balans. En dan moeten ze natuurlijk goed in shape zijn. Zijn er bepaalde normen voor? Zijn er bepaalde richtlijnen voor de beoordeling? Ja, die zijn eigenlijk wat ik net gezegd heb. Bij bijvoorbeeld mannen is het iets makkelijker, bij vrouwen wordt het wat moeilijker, omdat je dan moet gaan kijken, ja, wanneer is het te of... Maar het is eigenlijk over in grote lijnen toch wel hetzelfde. Je moet voornamelijk opletten hoe getraind is iemand en hoe is de spieropbouw. Is dat gelijkmatig? Bijvoorbeeld als je grote armen hebt, heb je ook grote benen en kuiten nodig. En als je van voren, dus je buikspieren goed ontwikkeld zijn, dan moet je ook een goede rug hebben en dat soort dingen. Dus het moet allemaal evenredig ontwikkeld zijn. Wat is het, ik ben zelf ook bodybuilder geweest, hè? Nog steeds? Ja. Goed. Wat is het verschil tussen vrouwen en mannen bodybuilding? Is er een bepaald verschil tussen in training of in voeding? Of? Nee, er is geen verschil in training en geen verschil in voeding. Nee, alleen ja, je ziet er anders uit. Vrouwen die hebben van nature anders, ze hebben een andere hormoonbalans. Daardoor heb je de verschillen tussen mannen en vrouwen, denk ik, qua spieropbouw en zo.
Maar je hebt ook mannen die bijvoorbeeld altijd klein blijven, die nooit echt zwaar gespierd worden. En je hebt vrouwen die gewoon aanleg hebben om zwaar gespierd te worden en vrouwen die dat niet hebben. Dus, maar qua training is het gewoon hetzelfde en qua dieet ook. En u bent zelf ook bodybuilder, over heel de wereld heeft u wedstrijden gebodybuild. Kunt u zeggen wat u er allemaal voor gelaten heeft? Voor de sport, wat u er allemaal voor gedaan heeft? Wel, vooral getraind uiteraard en gedieet en gelaten, ja, je sociale leven eigenlijk. Maar je krijgt wel een hoop andere dingen voor terug, ik bedoel, dat kunnen ze je ook nooit meer afnemen. Ik heb haast ieder land in de wereld gezien en dat zou je normaal niet doen. En hoe is die bodybuilding wereld, is de collegialiteit of is er veel rivaliteit? Tegenwoordig is er veel rivaliteit, omdat er meer prijzengeld mee gemoeid gaat en contracten zijn met hoge bedragen. Dus het is allemaal wat, het is meer moord en doodslag zo'n beetje. Vroeger niet, dan was het echt, hielp je elkaar, maar nu is het echt van, ik heb liever dat je een likje minder olie op hebt, dan sta ik er beter voor. Dat geldt natuurlijk niet voor alle bodybuilders, maar in grote lijnen is het nu wat harder. Hoeveel professionele bodybuilders zijn er in Nederland? Hoeveel professionele bodybuilders zijn er in Nederland eigenlijk? Niet zo heel veel. Waarvan ik weet dat ze nog trainen, dat is Berry de Meij. Ikzelf. Dan heb je het wel eens een beetje gehad. Bart Buurman. Voor de rest eigenlijk niemand. I'll be back.